Leuk dat jullie er allemaal zijn. Dat jullie de regen trotseren om de onthulling van de winnende kunstenaar kunstwerk te zien voor de nieuwe haven in Almelo. We sluiten de periode van stemmen is afgesloten op 4 maart. En nou, we hebben de stemmen geteld. Er zijn bijna 3000 stemmen uitgebracht. En de winnaar heeft 58% van de stemmen gekregen. En dat is toch wel heel bijzonder. Nou, jullie weten alle drie welke drie kunstenaars hebben meegedongen. Dat is een gevolg van een heel lang traject wat ervoor gelopen heeft met in totaal 98 kunstenaars die hebben ingeschreven, waaruit er dan drie zijn geselecteerd die nu hebben meegedaan. En de mensen van Almelo hebben echt zelf beslist. En ja, ik wil eigenlijk nu wel overgaan tot de onthulling, maar dat wil ik niet alleen doen. En dan wil ik graag Marijke en Yvonne, die ook al als inwoners betrokken waren, uitnodigen om samen met een schaar het kunstwerk te gaan onthullen. En dan zeg ik dus verder even, en ik noem geen naam van de kunstenaar, want dan weten jullie het. Als jullie nou eerst de binnenste draadjes doorknippen. En dan de buitenste. Even tegelijkertijd. 3, 2, 1, 0. Ja, laat maar los. Nou, een applaus voor de kunstenares Anne. Anne is hier aanwezig. Zoals ik net zei, Anne heeft 58% van de stemmen gehaald. Anne, gefeliciteerd. Dankjewel. Heel, heel leuk dat je het mag gaan maken. Wil je al even een korte reactie geven? Jeetje, nee. Ik ga even mijn paraplu weg. Ja, ik doe even de paraplu's weg. Mijn schoon. Er allemaal bij, hè? Ja, hij heeft niet. Nou, ik ben heel blij met de keuze van de mensen. Ik zal mijn eigen keuze niet verraden, maar ik vind, het komt heel dicht in de buurt. Nee hoor. Ik vind het heel mooi dat het dit is geworden. En wat vind jij ervan dat het dit is geworden? Ja, nee, ja, ik vind het natuurlijk prachtig. Ja. Dus het is gewoon, ik ben een beetje beduusd. Dus het is, ik wist het al eerder, want anders had ik niet om de hoek gezeten. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, nu ik jullie hier zie staan, vind ik het wordt het heel echt. Heel echt. Ja, ja. En nou, daar ben ik heel blij mee. Nou, je hebt een paar maanden tot en met oktober om het allemaal klaar te gaan maken. Hè? Dus dat wordt hard werken. Dat is keihard werk. Hè? Even mijn schoonmoeder. Ja. En ik bedoel, ik heb het ervoor gehoord dat een beetje, is er wel een link met Almelo? Ja, jouw schoonmoeder. Er is degelijk een link, daar is mijn link. Jouw schoonmoeder. Kom maar even. Jouw schoonmoeder. Nou, u ook gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ik had het namelijk niet anders verwacht. Ja. Nee, want ik kom al 18 jaar in Almelo. Omdat mijn schoonmoeder hier is. Ja? Dus het is, nou, is het goed. Ja. Dus het is heel, en zij is heel blij. Als Rotterdamse? Ik? Ja. Ja, je woont in Rotterdam. Ja, ik woon in Rotterdam. Oké.